Mijn naam is Govert, 18 jaar oud en ik wil alles een keer gedaan hebben. Uit een vliegtuig springen, overnacht in een verlaten mijn, een week zonder geld zitten, alles. Elke woensdag en zondag om 5 uur neem ik jullie mee in een nieuw avontuur. Het is eigenlijk bijna niet meer weg te denken als onderdeel van de straat. Iedereen kent het. Sommigen noemen het kunst en de ander noemt het vernieling. Ik beschrijf het als een manier van creatief uiten met een flinke dosis spanning. Tegelijkertijd is en blijft het een overtreding. Hartstikke illegaal dus. Wanneer je het toch doet, riskeer je een boete van €140. Genoeg reden dus om het, ja, toch lekker gewoon te doen. Oké, lekker weertje. Perfect weer om lekker graffiti gaan spuiten. Eén ding, als je graffiti wil spuiten, moeten we wel een beetje weten wat we gaan spuiten, toch? Klinkt echt heel verkeerd, maar wat gaan we doen? Nou, weet je wat het is? Ik had een droom laatst. En daar droomde ik in dat ik jouw schoenen had gegraffitied en mijn zonnebril. Dat was echt heel vet. Het zag er allemaal super mooi uit en zo. Ik dacht, misschien kunnen we dat wel gewoon doen. Ik denk dat het wel heel lastig is om deze veters gewoon te gaan graffitien, toch? Oké, wat heel belangrijk is als je graffiti gaat spuiten, dat je het eerst even gaat tekenen. Tenminste, heel professionele graffiti spuiters kunnen denk ik wel in één keer. Bij totaal weer niet, dus laten we het gewoon eerst gaan tekenen. Ik denk dat we deze, dit is boller, hè? Ja, dat weet ik 100% zeker. Oké, chill, we hebben het gedaan. High five. Oké, we gaan nu op naar de Action of Gamma. We moeten even kijken welke, ja, wie van de winkels de spuitbussen heeft. Nou, de goedkoopste. De spuitbussen, ja, we moeten echt goedkope mogelijk spuitbussen hebben. En dan gaan we even oefenen, want vanavond gaan we het echt doen. Maar ik denk dat we eerst even moeten oefenen, anders gaat het helemaal mee. Kom, let's go. Anti-roest, nee, dat is anti-roest, dat is helemaal niks. Dat is helemaal fout. Oh, dat is ideaal. Ja, ik had echt verwacht dat gewoon weer behalve 30 euro kwijt waren. Valt er heel erg mee. Dacht ik ook van, waarschijnlijk hier hebben ze maar gewoon zwart en wit en grijs of zo. Maar ja. Vet, we hebben mooie kleuren. Dus ja, kom. Dat zou ik zeggen, toch? Ja, dat zou ik zeker doen, ja. Zeker als je onhandig bent, als wij zijn. Want kom op, ik ken mezelf al de 18 jaar en wat oefening kan zeker geen kwaad. Dus wij pakten onze spullen en gingen heerlijk spuiten. Oh, godsamme, zeg ik het weer. Op zich prima, maar ja. Ik denk dat dit ook helemaal niet mis had kunnen gaan. Nee. Belangrijkste inderdaad, straks hebben we zeg maar die schablonen en daarin gaan we dat roze spuiten. Ja. Dan heb je dus straks een roze schoenen, een roze zonnebril. En daaromheen moeten we gewoon uit onszelf dat zwarte lijnen gaan doen. Maar je weet dus niet waar je spuit. Nee. Dus dat gevoel gaan we nu een beetje leren. Oké, ik denk dus een flinke plakkaat eraf. Want je ziet hoe dik dat is, dat is heel dik. Oh. Oké, het is inmiddels avond geworden en dat betekent dat het nu echt gaat gebeuren. Ja. We hebben een plek bedacht, het is onder een zeg maar, snelweg, een soort van viaduct is het. Het is een viaduct, niet soort van, het is een viaduct. Maar overal rijden toch wel auto's en fietsers voorbij, dus elk moment kunnen we gepakt worden. Als we met die spuitbus, en we hebben natuurlijk een enorme bouwlamp. Ja. Dus ja, ik voel de spanning wel echt al in mijn kruipen. Ja. Maar dat geeft wel extra die adrenaline. Ja. Dat is kijken. Ja, en dat ruikt echt. Ja, ik zag het. Doen we niet, echt? Ja, als je zag naar de schaduw daar weglopen. Ja. Want we kijken hoe opvallend we zijn, hè? Ja, we moeten jij loopt gewoon met zo'n kartonnen ding en een tas. Er komt een auto aan, er komt een auto. Oké, ik zeg snel de shit af van wat. Kom snel. Ik denk dat we best over het spoor heen moeten rennen. Want aan de andere kant van het spoor heb je nog pilaren waar je in de schaduw kan duiken als er een auto aankomt. Dit is veel te opvallend. Ja, go, 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 go. Kut, ik heb zwart gepakt. Oh my god. Het donker. Ik heb die zijn jongens schiet ook gewoon niet op, hè. Nee, dat is echt. Ja, ziek.
variatie zoeken. Vind ik best leuk gelukt. En Bob is aan de beurt. Ja, Bob. De mensen denken van, was jij er ook? Maar ja, ik ja, ben er voorbereid bij geweest. Ik heb dus niet zo'n kartonnetje. Ja. De trein komt net langs, mensen keken ons aan. De auto. De gewoon echt 10 seconden ervoor plannere fietsen aan die ons recht in ogen aankeek. En nu denken jullie, what the fuck, waarom? We zitten in het donker, we hebben een dikke bouwlamp. Iedereen ziet ons, we trekken echt de aandacht van iedereen. Weet je, die spuit is leuk, maar dit is enger dan elk gebouw dat ik ooit bezocht heb. We hebben de graffiti gespoten, het was super spannend. Ja. Echt, ik weet het. Joris. Het was super spannend om te doen. Vond je deze video nou leuk, doe dan zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet ook even geen leuke reactie achter te laten. En wil je nou meer van dit soort dingen zien? Ik upload elke woensdag en zondag een video. Komt gewoon niet meer lang. Elke woensdag en zondag om 5 uur komt een nieuwe video. Dus abonneer zeker voor meer zulke vette video's. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later. Ja, oké, doei.